Ik ben Sonja en ik woon in Beverwijk. En ik ben eind januari lid geworden van Happy Academy. Eerst heb ik de schetsboekchallenge gedaan. En ik werd heel erg enthousiast van Angelique. Haar manier van begeleiden, van brengen. En het paste enorm goed bij me, omdat ik qua energie niet echt heel lekker altijd in mijn vel zit. Dus een cursus, zeg maar, aan huis vind ik zelf heel lastig. Want dan moet je al je spullen meenemen en je moet net op dat moment goed in je vel zitten. En dan mis je vaak de inspiratie. En dit is het leuke van de online cursussen. Je kunt het doen op het moment dat je zelf je het prettigste vindt, voelt. Ik ben Frederik en eigenlijk al meer dan een jaar lid van Happy Academy. En wat mij zo ontzettend aanspreekt is het niet hoeven presteren. Het gaan met de flow. Het is niet ik ga leren tekenen en dat moet volgens methode ABC. Dat is de weg. Nee. Bij de Happy Academy gaat het over voelen wat er leeft in jou en dat wat er is mag er zijn. En misschien kan je dat uiten door middel van een creativiteit. Ofwel aquarel, of tekenen, of knippen, plakken, of wat dan ook. Happy Academy is veel meer dan leren tekenen. Het is eigenlijk een persoonlijke ontwikkeling. Mogen groeien, mogen zijn wie je bent. En dat met heel veel liefde, zo ervaar ik het althans. Daarnaast geeft Angelique ook webinars. Dat was voor mij iets heel nieuws. Maar dat is werkelijk heel geweldig. Ten eerste is ze zelf heel enthousiast over wat ze te vertellen heeft. En daarnaast raakt het jezelf ook enorm. Je kunt ook mee chatten. Je kunt ook mee praten tegenwoordig. Dus je kunt toch ook jezelf. Je voelt je wel echt een individu in het geheel. En het is voor mij een enorme bron van inspiratie. En ik merk bij mezelf dat ik een stuk vrolijker ben. Blijer door het leven ga. En ook toch een stuk gelukkiger me voel. Dit is dus ook op een andere manier je creativiteit ontdekken. En dat is voor mij heel bijzonder. Altijd denken, ik ben niet goed genoeg. Ik kan helemaal niet tekenen en schilderen. En dan blijkt dat ik het wel kan. Want je kan het niet. Het is zoals het is. En daar de kracht en de schoonheid van inzien. Naast dus ook daar, of tegelijkertijd, een hele mooie persoonlijke groei en diepgang te ontdekken. Dus voor mij is het heel mooi en zeker in een moeilijke periode in mijn leven heeft dit mij echt geholpen om op een andere manier naar mezelf te kijken en te durven groeien en te durven los te laten. Dankjewel. Sonja, mag ik je nog even heel erg bedanken voor alle mooie waarden die jij toevoegt aan de Happy Academy. Je bent happy friend, hebben we samen bedacht hè, met de andere abonnees, dat een mooi woord is voor de mensen die actief zijn in de community. En ik zie elke keer weer post je wat, maakt niet uit wanneer of hoe vaak, maar jouw oprechtheid die jij ermee inbrengt en je warmte en je liefde en op reageert op andere mensen en dat het zo waardevol is. Nee, maar ook dat is weer een bron van inspiratie. Ja. Juist omdat iedereen post. Voor mij was dat wel moeilijk omdat ik nog geen smartphone had. En dus voor mij was het nog eens een extra stimulans. Maar dat maakt het juist extra leuk. Want nu op een speelse manier maak ik iedereen kennis met weer een stukje moderne beleving. En daar ben ik heel erg blij mee. En als je dan inderdaad kijkt op de Happy Academy wat mensen allemaal gedaan hebben. Wat ze laten zien. Geweldig. En ik voel me ook weer helemaal happy. Ik ben in ieder geval heel dankbaar dat er zoveel mooie vrouwen, waaronder jij, gewoon onderdeel zijn van de Happy Academy. Want ik ben dat niet in mijn eentje. We zijn dat met z'n allen. Ja, dus dankjewel. Ja.